Eindelijk is het zover, de intocht van Sint Remigius in Meersen. Na eeuwenlange afwezigheid wordt de heilige Remigius ingehaald in de basiliek en meteen ingewijd tijdens de pelgrimsmis van de Remigiusparochie uit Schimmert. Het was een hele mooie feestdag. Ja, het zal even in het begin serieus zijn, maar daarna wordt het een prachtige dag. Het weer zit mee, het gaat heel mooi worden. Ja, we gaan de heilige Remigius ophalen in Schimmert. Het is wel een hele mooie dag vandaag. We gaan nu eerst het koningspaar ophalen. En vandaag gaan we naar Schimmert en dan gaat de mooie tocht beginnen. We gaan dus nu naar Meersen te voet en komen dan met de basiliek aan. Daar wordt dan plechtig eucharistieviering gehouden en daarna wordt dan het beeld ingezegend en krijgt dan een vaste plek in de basiliek waar het eeuwenlang weg is geweest, terwijl het toch duidelijk aanwezig had moeten zijn vanwege de oorsprong van Meersen en Schimmert, de oorsprong van de verering van Sint Remigius. Meersen is rijk aan tradities en ik vind het geweldig, zeker vanuit het gemeentebestuur ook. Wij waarderen dat ook met een leuke subsidie om dit alles mogelijk te maken. Geweldig dat deze traditie hier weer nieuw leven ingeblazen wordt. God Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende zegen. Wij vonden het eigenlijk dat Remigius teruggehaald moest worden naar Meersen. En dat is eigenlijk pas in 2011 begonnen. Toen de schutterij Remigius en de pastoor, die hebben zich bij elkaar gezet, hoe gaan we dat doen. Genootschap van Remigius is opgericht en we hebben dus in 2012 Remigius gehaald. Hartelijk welkom, u allen, beste mensen. 790 jaar lang komen mensen van allerlei streken hier uit de buurt en verder weg om deel te hebben aan dat sacramentsoctaaf. In het sacramentsoctaaf staat de Eucharistie centraal. Maar die staat in iedere prochie centraal. En toch, deze week, hier in Meersen, zoveel eeuwen al, die extra aandacht voor het Heilig Sacrament. En met die Sint Remigius is het allemaal begonnen. Saint Remy,
de basiliek in Reims, waar de monniken vandaan kwamen, die hier, ja, kan ik haast zeggen, dit bolwerk hebben gesticht. Zij zijn degene geweest die de grondslagen gelegd hebben voor dat sacramentsoctaaf, maar ook voor dit schitterende gebouw, zo'n klein dorp als Meersen met zo'n halve kathedraal. Eigenlijk heel verbazingwekkend. En toch staat het er. En door de eeuwen heen zijn mensen trots geweest. En daarom denk ik dat het een goed initiatief is geweest van Sint Remigius om hun patroonheilige terug te halen uit Reims. Ze veilig onder te brengen in Schimmert. Want daar wordt hij al eeuwenlang vereerd. En ze dan vandaag op deze dag hier naartoe te brengen. Heel trots. En nu is het compleet kerk weer, hè? Ja, heel, heel grote ontlading. Net ook een van die officieren, ja, barst in de hul uit, schitterend. Dat is terug thuis. Ik heb veel monumenten overal in de wereld staan. En ik ben Hollandse, dus voor mij is het natuurlijk... Altijd heeft het natuurlijk iets meer voor me om in Holland beelden te plaatsen, monumenten te realiseren. En nou ja, is het natuurlijk geweldig dat nu de heilige Remigius terug is. Hij is nu veilig thuis hier in Meersen. Ik denk dat hij zich hier ook heel happy voelt in Meersen. En hij zal hier voorlopig wel blijven staan in de kerk. Overigens staat hij in de basiliek in een prachtig retabel, mooi verlicht met kaarsen ervoor. Echt een pronkstuk voor de basiliek in Meersen.